Zo, hey. Vandaag voor het laatst naar de fysiotherapie geweest. Het is 12 weken geleden dat ik aan mijn meniscus ben geopereerd, aan mijn knie. Dus dat is 3 maanden. En ja goed, ik heb net weer een half uurtje bij de fysio wat krachtoefeningen gedaan, stabiliteitsoefeningen. Ik was al een klein beetje voor mezelf aan het intervallen, dus een klein beetje het hardlopen aan het opbouwen. En ja goed, zoals ik al zei, laatste keer vandaag geweest en gaat hartstikke goed. Dus ik mag het nu zelf gaan opbouwen, het conditionele gedeelte. Dus daar gaan we lekker mee verder. Kijk. Nieuwe schoentjes. Gaan we tegenaan. Ga een stukje lopen. Loop je mee? Let's go. Jezus, was mijn conditie slecht, zeg. Gaat ie. Laatste minuut. Zo, ja. Wel lekker hoor, maar. Oh. Het is nodig, zeg maar, om dat lopen weer een beetje op te pakken. Ook voor. Ik had misrekend. Moet nog een keer. Oh, ik was al zo blij dat ik er was. Oh, jongens. Toch op de knieën. Nou, toch blij dat ik het weer kan. Kijk, ik hoef echt geen marathons te gaan lopen. Dat is ook helemaal mijn ambitie niet, maar... Ik vind gewoon alles maar een klein rondje, een minuutje of 10 of zo soms, hardlopen. Gewoon lekker om je hoofdje leeg te maken. Lekker in je lijf te komen, lekker in je lijf te voelen. Gewoon puur ter ontspanning. Maar goed. Dat wordt dan mijn volgende doel. 10 minuutjes kunnen hardlopen. Dat duurt nog even, denk ik. Nou, mocht jij dat nou ook willen, joggen een beetje opbouwen. Je weet niet zo goed hoe je moet beginnen. Loop graag met je mee, hoor.